Een statenlid van D66 die stemt op de VVD. Een opvallende uitslag vandaag tijdens verkiezingen voor de Eerste Kamer. Bijna 500 handtekeningen en een brandbrief aan de gemeente. Ouders van hoogbegaafde kinderen in Almere komen in actie omdat ze bang zijn dat hun kinderen geen zorg meer krijgen. En de brandweerkazerne in Dronten opent zaterdag voor iedereen de deuren. De brandweer in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband bestaat namelijk 60 jaar. Het is vandaag dinsdag 30 mei en dit is Flevoland. Goedenavond. Een opvallende uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen vandaag in Flevoland. Een statenlid van D66 heeft namelijk een stem uitgebracht op de VVD. Verslaggever Maarten Middelkoop die heeft die verkiezing voor ons gevolgd. Die staat ook bij het provinciehuis. Maarten, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? In principe zijn statenleden vrij om te kiezen wie ze willen kiezen tijdens de Eerste Kamerverkiezing. Het gaat dus om de Eerste Kamerverkiezing. Daar mogen wij zelf als burger niet voor stemmen. Wij hebben namelijk al gestemd tijdens de Provinciale Statenverkiezing een aantal maanden geleden. En het zijn die nieuw gekozen statenleden die nu mogen kiezen wie er in de Eerste Kamer komen te zitten. Ja, en het is uiteindelijk D66-fractievoorzitter Tico Smetsers geweest die heeft gestemd op de VVD. En hij legt zelf uit waarom. Het lijkt erop dat er een stem voor D66 naar de VVD is gegaan. Hoe komt dat? Dat komt omdat ik op de VVD heb gestemd. Waarom? Omdat dat een strategische stem is om dit kabinet zoveel mogelijk steun in de Eerste Kamer te bezorgen. Het volk heeft gestemd op u. Het zou ook logisch zijn als u dan ook stemt op D66 voor de Eerste Kamerverkiezing, toch? Ja, dat zou ook logisch zijn. Maar ik denk dat de D66'ers en de mensen die op mij gestemd hebben ook heel blij zijn dat dit kabinet nog langer beleid kan uitvoeren. Waaronder het zo belangrijke stikstofbeleid en verder kunnen komen. In plaats van dat ze dat niet kunnen. En daar is dit belangrijk voor. Maar mensen hebben op u gestemd, op D66, niet op de VVD. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat ook die mensen die op mij gestemd hebben heel blij zijn dat we op deze manier het kabinet een stevigere basis geven voor de komende periode. Zodat ze al dat belangrijke beleid waar ze nu mee bezig zijn kunnen doorzetten. Maar deze gang van zaken is toch gewoon ondemocratisch nu? Nee, ik heb net als iedereen stemrecht zonder dat ik last en ruggespraak heb. Ik mag dat zelf kiezen. Heeft u geen last van morele bezwaren? Het is de eerste keer dat ik op iets anders in mijn leven dan op D66 heb gestemd. Maar ja, daar gaat mijn hart ook naar uit. En dit beleid wat het kabinet nu voert is belangrijk voor mij als D66'er. Dus nee, dat is oké. Dus als u zegt het is mijn eigen beweging, maar dan heeft u wel de partij achter u? Ja, zeker. Ik ga ervan uit dat de partij mij hierom niet laat vallen. Ja, Maarten, het lijkt erop dat het allemaal van tevoren bekokstoofd is, hè? Ja, daar lijkt het wel op. Sterker nog, hij heeft overleg gehad met zijn eigen partij, zijn landelijke partij, D66 dus. En de rekenmeesters, zoals hij het zelf noemt, daar hebben gezegd dat dit een manier is om de coalitie een steuntje in de rug te geven. Tegelijkertijd, ja, dit is gewoon toegestaan volgens de kieswet. Een statenlid, ik zei het net al, mag kiezen wie hij wil kiezen. Dus zo heel gek is het misschien ook weer niet. Komt er ook nog een Flevolander in de Eerste Kamer? Ja, daar lijkt het wel op, volgens de eerste prognoses tenminste. Dat is, ik moet even spieken, Jan Klopman namens de Boer-Burgerbeweging. Hij zou plaats kunnen nemen in de Senaat. Al is hij ook kandidaat gedeputeerde hier voor het nieuwe college in Flevoland. En hij heeft al aangegeven van ja, die zetel in de Senaat die wil ik wel innemen. Maar niet als ik ook nog gedeputeerde moet zijn. Dus eigenlijk heeft hij ook al zijn ontslagbrief klaar liggen voor het geval de huidige coalitievorming rondkomt. En hij inderdaad als gedeputeerde namens de Boer-Burgerbeweging kan beginnen in Flevoland. Dus ja, het lijkt erop dat zelfs de enige persoon, de enige Flevolander die is gekozen tot de Eerste Kamer. Niet plaats zal nemen in de Eerste Kamer. Nee. Nou is natuurlijk ook in de andere 11 provincies gestemd. Wat is daaruit gekomen? Ja, dat klopt. Net als hier in Flevoland is overal eigenlijk de Boer-Burgerbeweging het grootste geworden. En dat zie je ook terug in de Eerste Kamer, want daar zullen zij als grootste partij 16 van de 75 zetels in beslag gaan nemen. De gezamenlijke fractie van de GroenLinks en de PvdA hebben 14 zetels samen. En de huidige regeringscoalitie heeft er 24 gehaald. Dat zijn er 2 meer dan in eerste instantie werd verwacht. Dat betekent ook dat ze samen met GroenLinks PvdA een meerderheid zouden hebben in de Eerste Kamer. En daar dus niet per se de Boer-Burgerbeweging voor nodig hebben. En dat betekent dus eigenlijk dat er in de Eerste Kamer weer een hoop kan gebeuren. Verslaggever Maarten Middelkoop bij het provinciehuis in Lelystad. Dankjewel. Tientallen ouders van hoogbegaafde kinderen in Almere vrezen dat er een eind komt aan de zorg die instelling Palet hun kinderen biedt. Ze hebben een brandbrief gestuurd naar de gemeente.
Ook zijn ze een petitie gestart die bijna 500 keer is ondertekend. Aanleiding voor de noodkreet is een brief van Palet aan de ouders. Merlie Seder en Chris Kemperman zijn de woordvoerders van de ongeruste ouders. Zij kwamen in actie toen ze een brief van Palet onder ogen kregen. Daarin staat kort gezegd dat de zorg voor kinderen die in behandeling zijn mogelijk per 1 juli stopt. En dat tientallen hoogbegaafde kinderen die op de wachtlijst staan helemaal niet behandeld worden. En dat maakt ons heel onzeker en dat biedt bij heel veel ouders, geeft dat heel veel spanning. En frustratie en ook verdriet en onmacht. Omdat zij vaak al ook van het kastje naar de muur gestuurd zijn. Bij verschillende organisaties hebben aangeklopt. En niet weten waar ze nu met hun hulpvraag terecht kunnen. Zowel Chris als Merlie weten uit ervaring dat je hulp nodig hebt als je een kind hebt dat hoogbegaafd of vermoedelijk hoogbegaafd is. Hij kreeg steeds meer slaapproblemen, was elke nacht tussen 2 en 5 wakker. Kon ook niet slapen voor 10 uur, 10:30 s'avonds. Nou, kinderen hebben wel eens zo'n fase, maar als dat 3/4 jaar duurt, dan ga je als ouders daar ook wel echt aan onderdoor. Dat heeft ons echt heel veel gekost qua vermoeidheid en vooral dat je je kind niet happy ziet. Wij zijn daar achter gekomen toen mijn jongste zoon een jaar of 5, 6 was. Wij dachten dat hij vermoedelijk hoogbegaafd was. Hij ging naar groep 3 destijds en ze gingen hem leren lezen. Maar dat kon hij al. En dat heeft geleid tot een situatie waarbij hij eigenlijk verveeld was in de klas en vervelend werd. Dusdanig dat hij uiteindelijk een schooltrauma heeft opgelopen. Chris en Merlie zijn zeer tevreden over de maatwerkhulp van Palet. Ze hebben er allemaal baat bij gehad. Zowel de leerkrachten als wij als ouders als het kind zelf. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat Palet ons geholpen heeft ons kind 2 jaar te versnellen. Waardoor hij nu 13 recentelijk is geworden en in 3 gymnasium zit. Palet heeft in eerste instantie onze zoon met name opvang geboden. Zij hebben gespecialiseerde kinderopvang voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bij vermoedelijke hoogbegaafdheid. En wat onze zoon daar treft is leiders die hem begrijpen, die snappen hoe hij denkt, die zijn gebruiksaanwijzing zien en ook gebruiken. En het contact met leeftijdsgenoten die ontwikkelingsgelijke zijn. Dus die wel met hem communiceren, die wel snappen wat hij kan en wil en met hem meespelen. En daardoor voelt hij zich gewoon weer kind en wie kan hij zijn wie hij is. De ouders trekken nu aan de bel omdat er deze week een gesprek is tussen de gemeente en Palet. Zowel de ouders van kinderen die op de wachtlijst staan als de ouders van kinderen die zorg krijgen willen wethouder Roelie Bos doordringen van de ernst van de situatie. De bestuurder van Palet wil nog niet voor de camera reageren. Hij wil eerst het gesprek met de gemeente afwachten. De botten die vorige week onder de grond zijn gevonden bij een bedrijf aan de Zilverstraat in Lelystad zijn van een mens, dat laat de politie weten. Veel meer over de vondst is nog niet duidelijk. Medewerkers van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut gaan door met hun onderzoek. De botten zijn gevonden op het terrein van een producent van houten pellets. Woensdag waren er graafwerkzaamheden en toen is onder de grond een zeil aangetroffen met daarin meerdere botten. De politie heeft de plek afgezet en heeft dagenlang onderzoek gedaan. Wanneer er meer bekend wordt, is volgens de politie in deze fase van het onderzoek lastig in te schatten. Zo'n 60.000 mensen bezochten dit weekend Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. Op sommige momenten was het zo druk dat er niemand meer bij kon. Voor het eerst werden dit jaar het maximale aantal daggasten en campinggasten bereikt. Maar volgens de organisatie kan het kampeergedeelte nog groter. We hebben nog wel wat uitweidingsmogelijkheden. De andere festivals die hier op het terrein staan, die hebben nog wel wat extra camping. Dus we kunnen nog wel wat groeien. Maar goed, dat vraagt ook andere voorzieningen. Want ja, als er 1000 mensen bijkomen, moeten er ook toiletten en douchecabines bij. En dat kan nog wel. Maar goed, op een gegeven moment is ook de parkeerplaats vol en moeten mensen ook heel ver lopen voordat ze op het conferentieterrein zijn. Dus, maar goed, ik zeg altijd met zo'n succes, dat is een goede zorg om te hebben. Bij een broodjeszaak in Bataviastad in Lelystad was afgelopen nacht een explosie. Die vond rond 2:30 plaats. Een groot gebied rondom de zaak werd afgezet voor onderzoek. Volgens de politie was er sprake van een inbraakpoging waarbij geen spullen zijn meegenomen. De politie is op zoek naar 2 mannen die na de explosie zijn gevlucht. Je kan er stilstaan bij de dood, bij wat sterven en herdenken voor jou betekent. In de Troosttuin in Almere Oosterwold. Het initiatief bestaat dit jaar 5 jaar.
In die tijd groeide het uit tot een bijzondere plek waar iedereen welkom is. We wonen nu 3 jaar hier in Oosterwold. En wat ik merk, hè, bij Oosterwold, daar zijn de stukken land omloopbaar. Dan mag je dus langs de kavels lopen. En dat ik toch merk dat mensen soms schuchter zijn om niet hier langs te durven lopen. Omdat ze het idee hebben dat ze in andermans tuin lopen. Maar het is er juist voor bedoeld. Het wil heel graag gedeeld worden. De plek is zo mooi dat er wil zijn. Dus iedereen is welkom? Iedereen is juist heel welkom om hier te zijn met wat er is. Het is een plek voornamelijk om in stilte te lopen. En in stilte te zijn met wat er in jou omhoog komt. Omdat we tijdens het leven zo worden afgeleid of van alles en nog wat. Het is juist zo belangrijk om af en toe die stilte op te zoeken en te kijken naar wat er in je speelt. Sterven en de dood is natuurlijk iets wat we eigenlijk liefst zo ver mogelijk voor ons uit willen schuiven. Als je je tijdens het leven verdiept in sterven, dat maakt dat als sterven in je omgeving zich aandient of bij jezelf, dat het proces van sterven veel meer in liefde gedragen kan worden. Dan maak je jezelf ook meer bewust van het feit dat je leeft, waardoor je ook dieper en bewuster kunt leven. De brandweer in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband bestaat 60 jaar. En om dat te vieren is er zaterdag een open dag bij de kazerne in Dronten. En ook wordt er een boek gemaakt met oude verhalen en foto's. Met deze klassieke begon het allemaal mee. Die wordt nog echt door vrijwillige brandweermensen wordt die onderhouden. Dus die is, De Sijp 1, dat stond voor de Zuidelijke IJzermeerpolders. Dat was natuurlijk hier. En dat is de eerste. Ja. Dus dat is de Sijp 1. Ja. Mooi ding, hè? En die moest het, gaaf ding. Ook leuk om mee te rijden. Ja, een klassiek, hè? Als je dit dan... 60 jaar brandweer Dronten. Kjeld Huizinga werkt er al 30 jaar. Er zijn verhalen genoeg te vertellen. Mooie, stoere verhalen, maar toch ook veel verdrietige. Bijvoorbeeld toen er in 2010 een personenbusje met 10 mensen botste op een trekkercombinatie. Gevolg, 3 doden en veel zwaar gewonden. Dat maakt wel impact, hè? Dus er komen er ook meerdere auto's, want er staan 14 ambulances op. Ja, dat zijn gewoon indrukwekkende momenten, hè? Dus ook voor ons, maar ook voor andere burgerhulpverleners, hè, die erbij staan. Ja. Ja, dat waren de bekende... Nee, want we hebben best inderdaad wat nare ongelukken gehad. Dat zijn toch die polderwegen dan? Ja, de polderwegen. Landbouwongelukken, hè? Dus daar zijn we ook wel met meerdere bij. Nou ja, sommige met trieste afloop, maar ook wel met mooie afloop. En daar kan je best trots op zijn. Zijn we jaren geleden, was in begin jaren 90, een jongen uit een landbouwvoertuig gehaald. En die loopt er nou nog. Dus als we het over mooie dingen hebben, triest, maar dat zijn ook de mooie dingen. Dan denk je, jou hebben we er wel even uitgehaald. Het nou gewoon een gezinnetje met kinderen. Ja, super. Ook grote branden van de afgelopen jaren blijven in het geheugen gegrift. Bijzonder was de brand bij de Eemhof in Zeewolde in 2000. Het hele overdekte centrum en het zwembad brandde uit. Nog even terug naar de beginjaren, met andere tijden, andere middelen en andere regels. Ik zie die bankjes, dat zou van de Arbo al niet meer mogen ook, hè, dat nu? Dat mag van de Arbo ook echt niet meer. Nee, geen gordels, hè? Geen hoofdsteun, helemaal niks. Nou, wat je ook ziet, zit geen ademlucht in. Hè? Dus tegenwoordig, als we naar de rook gaan, hebben we ademlucht op voor onze eigen bescherming. Hoe ging je dan vroeger? Had je vroeger niet, geen ademlucht. Wat was het dan in de loop van de tijd of? Kwam de ademlucht en werd gedaan, jij mag ademlucht. En dan hadden we een paar per ploeg, die mocht ademlucht gelopen. En die gingen trainen dan. Dus dan had je de ademlucht lopen. Dus je had de ordonnans. Want
portofoons en zo, dat was ook eigenlijk niet beschikbaar. Dus dan ging het allemaal nog lopend berichten. Maar dan stond je dus ook veel meer letterlijk in de rook als brandweerman. Ja, ja, ja. Alles wat we nou weten wat slecht voor je is, dat gebeurde toen gewoon. Hè. Dat is de tijd. Het asbest die ook is zo natuurlijk. Geen idee natuurlijk. Asbest, 60 jaar geen geleden. Idee. Nee, al dat soort dingen. Ja. Zaterdag is er een open dag bij de brandweer in Dronten om het 60-jarig jubileum te vieren. Met demonstraties, uitleg en natuurlijk ook de allereerste brandweerauto van Dronten, de Zijp 1. En dit was Flevoland voor vandaag. Voor nu een fijne avond en heel graag tot morgen.